Oh, welkom bij Dienstverlening. Ik ga jullie iets vertellen over de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en medewerker-facilitaire dienstverlening. Mijn naam is Gava Groothuis, ik ben docent bij Helpende Zorg en Welzijn. En later in komt aan het woord Mark, een tweedejaars student bij Helpende Zorg, die ook nu in de zorg stage loopt. Lijkt het je leuk om mensen te ondersteunen in de dagelijkse bezigheden? Dat kan zijn vanuit HZW. Dus in bijvoorbeeld het opstaan, uit het bed komen, wassen, aankleden. Of vanuit MFD. En dan hebben we het over um, nou, ondersteunen bij um, de lunch, als die georganiseerd moet worden. Alles wat erbij komt kijken om te zorgen dat een bedrijf um, gewoon goed loopt en runt. En dan kom jij als MFD om de hoek. Daarnaast is het heel belangrijk dat je flexibel bent, behulpzaam. Uh, je moet in staat zijn om zelfstandig iets te kunnen doen. Um, en het doorzetten, want soms is het echt even heel hard werken. En soms heb je ook ruimte om natuurlijk gewoon gezellig te ontspannen met collega's. Maar als je dit leuk vindt en je denkt van nou, of je wil dit graag leren, dan is HZW en MFD zeker iets voor jou. Hoe ziet onze opleiding eruit? Het is twee jaartjes, niveau 2, en het geeft je een startbewijs. Daarmee kun je dus meerdere opleidingen hierna volgen als je denkt van hé, hey, ik. Ben aan het zoeken. Ik weet nog niet precies wat ik wil, dan heb je in ieder geval een startbewijs in handen. Leerjaar 1 heb je een basisdeel dienstverlening. Dat zijn allerlei vakken waar we zo even op terugkomen, die jou uh, heel breed kennis geven. En in leerjaar 2 wordt er meer de nadruk gelegd op profielvakken. En die zijn anders voor helpende zorg en welzijn dan bijvoorbeeld voor medewerker faciliterende dienstverlening. In beide Um, leerjaren loop je stage. De vakken. Um, zowel voor medewerker um, zorg en welzijn als voor medewerker facilitaire dienstverlening um, is het belangrijk dat je bijvoorbeeld leert een stukje huishouding, planmatig werken, voorraadbeheer, voeding, catering. Wat heel erg typisch is voor HZW, is basiszorgpraktijk. Ja, daar lieten we net al de foto zien: aan het bed. Gebouwen en beheer, dat is echt iets voor MFD. Dus wat is er allemaal nodig om te zorgen dat het gebouw loopt en runt? Um, dus bijvoorbeeld van papier tot pennen, uh, tot stoelen en tafels, al dat soort dingen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gewone zoals Nederlands en rekenen. We hebben. Um, Keuzedelen die we je aanbieden, waarbij je de opleiding wat nou, verdiept of verbreedt. In ieder geval, of jou persoonlijk laten ontwikkelen, zodat je gewoon ook deze kennis meeneemt naar de volgende opleiding. Dit jaar bieden we aan Engels, persoonlijk profileren, doorstroom naar het volgende niveau of ondernemend gedrag. Waar kun je stage lopen? In jaar 1. Uh, als HZW-leerling kun je bij een kinderdagverblijf stages lopen, op een basisschool, een zorginstelling, maar ook als medewerker facilitaire dienst kun je stage lopen in een zorginstelling. Of bijvoorbeeld bij uh, de duo of um, denk aan uh, een bank. Hè, alle bedrijven waar ze iemand nodig hebben die zorgt dat het werk wat daar gebeurt, gewoon door kan gaan. Jij bent daarin heel erg belangrijk. Dat geldt ook voor jaar 2. Opnieuw zorginstellingen voor HZW en kinderdagverblijven. En ook voor medewerkerfacilitaire dienst het bedrijfsleven. Dus dan kun je inderdaad denken aan um, de Gasunie. We hebben ook gildes. En een gilde betekent dat je kunt uh, leren en naar school gaat op dezelfde plek. Dus dat betekent dat de docenten van Helpende Zorg en Welzijn of van MFD... die komen naar het gilde en die geven je daar les op de locatie. Dan kun je dan ook vervolgens stage lopen... zodat je van de professionals op de werkvloer meteen het vak eigenlijk leert. Bij Helpende Zorg en Welzijn hebben we een heel aantal gildes... waaronder het Martini Ziekenhuis, het UMCG, Twaalfhoven, de Leijhoeven, Brink en Vliethoven. Stuk voor stuk... Prachtige um, locaties waar jij leert uh, de theorie van de collega's van het HELP uh, Alpha College en de praktijk leert van de collega's op de werkvloer. Ook MFD heeft twee um, prachtige guildes, waaronder locatie Topsport Zorgcentrum. Uh, dat is bijvoorbeeld waar FC Groningen traint. Um, hartstikke mooie professionele locatie waar je allerlei werkzaamheden kunt uitvoeren die te maken hebben met HORECA en Facilitair. Het mooie aan deze um, locatie is dat als je nog niet helemaal uit bent of je nou richting HORECA of Facilitair wil, dat je dan nog kunt kiezen. Dan zou je aan het einde van het jaar, want het is een eenjarig project, zou je kunnen uh, zeggen van nou, ik ga toch verder met HORECA of ik ga toch verder met Facilitair. Je moet denken aan taken zoals koken, je helpt in de bediening, je helpt mee als het gaat om het stukje transport. Er wordt iets georganiseerd, er moeten tafels en stoelen en al dat soort dingen moeten ergens naartoe, dat stukje is transport. Nou, beheer van het gebouw. Als je wil dat, dat mensen komen voor evenementen en vergaderingen, dan moet het goed verzorgd zijn. Je loopt drie dagen stage en je hebt twee dagen school. En zoals ik al eerder zei, je hebt meerdere doorstroommogelijkheden. We hebben um, een collega, Henk Jans, die wil jullie graag het een en ander vertellen over deze opleiding. Dus als je enthousiast bent geworden en je denkt van nou, dit past bij mij, want ik ben een doorzetter. Ik wil graag veel leren, ik wil het doen in een professionele setting. Dan kan je op, contact opnemen met Henk Jans. Uh, aapstaartje alfa-college.nl en dan kan hij jou meer vertellen. Ook COSIS uh, is een iets kleinere locatie, maar wel een hele mooie leerplek. Um, ook zeker de moeite waard. Vaardigheden die je bij ons leert. Je hebt natuurlijk vaardigheden nodig op de werkvloer om je werk goed uit te voeren. Dan kun je denken aan uh, een maaltijd klaarmaken. Of bijvoorbeeld een ruimte schoonmaken. Hoe doe je dat? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat heb je nodig aan materialen en middelen? Uh, wassen en aankleden. Als je bij helpende zorg en welzijn aan de slag gaat, dan moet je dat natuurlijk wel weten. Er zijn juist de volgorde. Um, ook daarin, hoe ga je om met iemand bijvoorbeeld die uh, aan één kant verlamd is. Dan help je anders met aankleden dan iemand die allebei de armen nog kan gebruiken. Stukje vooruitbeheer. Hartstikke belangrijk. Allerlei middelen en materialen die je dagelijks gebruikt. Of in de schoonmaak, of bij het wassen en aankleden, of bij de catering. Daar moet je wel een goede vooruit voor hebben. Want anders dan heb je een leuke lunch georganiseerd en vervolgens de helft van de producten niet aanwezig. Dus daar heb je het ook over op school. Je moet een ruimte inrichten, want je gaat een groep collega's een lunch aanbieden. En dan moet je het wel uh, de ruimte klaarzetten zodat je met elkaar kunt gaan lunchen. Ook leer je om te assisteren bij een activiteit of bijvoorbeeld af een evenement. Ik laat nu graag Mark aan het woord. Mark is student bij HZW en hij loopt stage in de zorg op dit moment. En uh, Het is hartstikke leuk, want hij is bereid om te vertellen over hoe hij de opleiding ervaart. Want ik kan natuurlijk vertellen hoe wij het als docenten uh, voor ons zien. Maar het is ook heel erg belangrijk en ook vooral heel erg leuk om te horen hoe een student bij ons de opleiding ervaart en wat uh, nou in dit geval Mark de afgelopen twee jaar al heeft geleerd. Hallo, ik ben Mark Kaspers, Ik doe de opleiding Help en Zorg Welzijn, uh, Niveau 2. Ik zit nu in Leer 2 en ik ga wat jullie wat vertellen. Um, ik heb deze opleiding gekozen omdat het een hartstikke leuke opleiding is. Um, het leek me ook leuk om te doen omdat je heel veel kant op kan. En ja, het is gewoon hartstikke gezellig. Um, ik leer nu um, met ouderenzorg, loop ik stage. Uh, ik doe daar onder, onder andere ADL en voeding. ADL houdt in dat je alle dagen zorgt, um, dat je ze wast, ze aankleedt, um, helpt met um, huishoudelijke dingen zoals schoonmaken of um, broodjes smeren. Ook eet je met ze en ga je thee en koffie drinken met hun. Ook ga je, um, kan je activiteiten doen, waaronder um, nou, schoelen, bingo of iets bakken. Um, ook leer ik om zelfstandig te werken op deze opleiding, maar ook in een teamverband. Ook leer ik activiteiten te doen met verschillende doelgroepen. Want wij hebben een, in het eerste jaar hebben wij een um, vak dat heet bewegen met doelgroepen. En, en dan doe je activiteiten waaronder um, nou, met een ballon. Um, je krijgt een ballon en verzin daar een activiteit mee. Zulke dingen leren wij ook. Dat is heel gezellig, want de docenten zijn ook altijd heel leuk. Um, ik, loop, nu, ik heb stage gelopen in het kinderdagverblijf. Um, en nu heb, zoals ik al vertelde, loop ik, stage, loop ik stage bij het verzorgingstehuis. Um, de sfeer op school is heel gezellig. Het is, um, iedereen die begroet elkaar. Het is een heel hele warme welkom wat je krijgt. Um, de, als je de docenten ziet waar je les krijgt, nou, die zijn altijd vrolijk s ochtends. Um, de contact met de docent is heel goed. Je kan ze heel vaak, je kan ze altijd bereiken. Soms dan duurt het even, maar heb je binnen 24 uur heb je een bericht terug. Met mijn coach en er heb ik een goede band opgebouwd nu al, vind ik zelf. Um, waarbij je, als ik ze nodig heb, kan ik ze in weekend een weekend bericht berichtje sturen als het nodig is. En ik krijg ook bericht terug. De klas is super gezellig en iedereen die weet wat hij moet doen en iedereen vindt elkaar leuk. Na um, de opleiding van twee jaar kun je doorstromen. En uh, afhankelijk van welke richting je hebt gekozen, helpende zorg, welzijn of medewerker faciliterende dienst, kun je uh, bijvoorbeeld richting pedagogiek of uh, medewerker maatschappelijke zorg verzorgende. Um, of als je MFD hebt gekozen, kun je bijvoorbeeld richting horeca of facilitaire leidinggevende um, in de facilitaire dienst. Maar... Het is een startbewijs, dus dat geeft aan dat je eigenlijk hierna nog alle kanten op kan. En dat gebeurt ook wel, dat studenten toch besluiten een hele andere richting op te gaan. En dat is het mooie van, um, van onze opleiding. Je hebt dus een startbewijs, maar je leert zo ontzettend veel wat altijd in te zetten is bij welke opleiding je hierna nog wil gaan doen. Als je bij ons op school komt, dan kom je in een klas met ontzettend veel nieuwe mensen. Soms zitten er bekenden in, soms niet. Maar je, krijgt een, je hebt een eigen coach als klas en die blijft uh, het hele jaar bij jouw klas betrokken. Um, we doen ons altijd ons ontzettende best om jullie uh, als klas, maar ook jou als persoon te leren kennen. Omdat we het belangrijk vinden dat we weten wat er speelt, misschien thuis, misschien in de klas, misschien met jou persoonlijk. En hoe we kunnen helpen om te zorgen dat jij de opleiding haalt. Mochten wij denken van goh. Je hebt extra hulp nodig, misschien bijvoorbeeld voor rekenen of Nederlands. Dan kunnen we het loopbaancentrum op school inschakelen, maar ook studiebegeleiding om jou te ondersteunen waar je dat nodig hebt. En um, wij vinden dat heel erg belangrijk. Nog even het verschil tussen medewerker facilitaire dienst en helpende zorg en welzijn op een rij. Bij medewerker facilitaire dienst assisteer je bijvoorbeeld bij beheer en gebouwen. Je voert logistieke werkzaamheden uit en een stukje catering. Dat, is een groot, dat is, zijn andere dingen dan bij HZW. Daar ondersteun je bijvoorbeeld bij wonen en huishouden. Je ondersteunt bij uh, persoonlijke zorg en ADL. ADL zijn alle dagelijkse levensverrichtingen. En dat zijn gewoon de activiteiten die je doet om 's morgens op te staan, bijvoorbeeld. En je assisteert. Bij sociale en recreatieve activiteiten. Dat kan zijn in de zorg, maar ook op een kundendagverblijf. Je organiseert iets en je begeleidt. Waarom kies je voor het Alfa? Nou, wat ons betreft, veel persoonlijke aandacht. Dat vinden we bij Helpende Zorg en Welzijn en MFD heel erg belangrijk. We hebben een nou, kleinschalige school, niet al te groot, gezellig. We zijn goed bereikbaar. De bus stopt precies voor de deur. Um, onze docenten zijn er om jou uh, te helpen bij je ontwikkeling. Dus uh, soms vragen we het een en ander van je, maar dat is met het oog op dat jij uh, nog beter uh, leert ontdekken wat je kwaliteiten zijn, zodat je dat mee kunt nemen in de rest van je leven. Daarnaast uh, hebben we een goede sfeer op het Alfa-college. Ook de studenten vinden dat. Uh, je kunt veel leren in de praktijk, tijdens stage en we bieden meer dan goed onderwijs. Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met het bovenste nummer 0800 81 00. Daarnaast kun je altijd via WhatsApp een berichtje sturen. Krijg je van ons ook een antwoord op die vraag. Je kunt via info.apenstaatjealf-college.nl vragen stellen via de mail. Ook dan reageren wij terug. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via social media. Daar um, staan alle nieuwe informatie, alles wat jij graag wil weten. Stel dat je denkt van nou, ik twijfel tussen helpende zorg en welzijn of medewerker faciliteren dienst, dan kun je op onze site natuurlijk informatie vinden over beide opleidingen. En kun jij beter ontdekken wat echt bij jou past en welke kant jij op wil in de toekomst. In ieder geval hopen we jou te zien en we ontmoeten je graag live.